Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we dat vanmiddag om 1 uur Nederland nog steeds vrij zonnig was. Want boven het noorden van Duitsland zien we veel wolken. En die felle witte plukken, dat zijn buien. Die buien die trekken vanavond nog via Duitsland Nederland binnen. En terwijl ze naar het westen trekken, lossen ze ook geleidelijk op. In het westen en zuiden blijft het dus droog waarschijnlijk. Ook vannacht nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen droog weer. Bij temperaturen die uitkomen rond 15 graden. Morgen overdag hebben we dan wel te maken met ronduit wisselvallig weer. Vooral in het noordoosten is het vaak bewolkt. Daar valt van tijd tot tijd regen bij temperaturen van 22 graden. In het westen en zuiden schijnt eerst nog de zon. Komen de buien vooral later op de dag. In Zeeland wordt het 25 graden. Er is kans op onweer, misschien ook hagel. Het geldt ook voor zaterdag en zondag. Ook dan stevige buien, maar zeker ook van tijd tot tijd zon. en Temperaturen tussen 22 en 25 graden. Maandag en ook dinsdag vallen er nog steeds buien. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl